Welkom bij 1TV, de talkshow van Bijeen. Ik ben Olympia Latiperisa. En ik ben Quincy Gario. En vandaag is het alweer de derde aflevering van onze talkshow. Wie hebben we vandaag te gast? We hebben te gast Yvette Luurs over bestaanszekerheid. En Faista Miskin over zelfbeschikking. Maar eerst, nos idioma, onze taal, letterlijk vertaald. Wat bedoelen we met zelfbeschikking? Zelf mogen beslissen wat je met je lichaam en je leven doet. Dat je kan kiezen wat voor kleren je aantrekt, wat voor werk je doet, waarvoor je naar het ziekenhuis gaat en met wie je je leven wilt delen. Dat is het recht op zelfbeschikking. Je zou denken dat dat bij ons in het Nederlandse Koninkrijk perfect geregeld is. We zijn toch vrij om te doen en laten wat we willen? Voor veel mensen is het recht op zelfbeschikking inderdaad prima geregeld. Maar er zijn helaas nog altijd veel mensen die niet mogen beslissen over hun eigen lijf en hun eigen leven. Zo mag je geen niqab aan in de tram en mogen werkgevers je weigeren als je op je werk een keppel of hoofddoek wil dragen. Zo vallen abortus en euthanasie nog steeds onder het wetboek van strafrecht. En zo mogen transgender mensen nog steeds niet over hun eigen lichaam beslissen. Het recht op zelfbeschikking is trouwens niet alleen voor individuele mensen belangrijk, maar ook voor landen. Landen hebben ook recht op zelfbeschikking. Het zelf kunnen bepalen wat de regels zijn, wie er bestuurt en wat voor onderwijs er wordt gegeven. Ook dat is nog niet goed genoeg in het Nederlands Koninkrijk. Zo wordt er vanuit Den Haag nog te veel besloten voor mensen in Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Bes-eilanden. Je zou denken dat het recht op zelfbeschikking voor iedereen geldt in onze samenleving. Maar voordat dat zo is, moet er nog een hoop gebeuren. Aan tafel hebben we klaar zitten de volgende gast. Ze is nummer 15 op de lijst en ze werkt voor de vakbond. Ook is ze al sinds het begin actief voor Bijeen. Daar hebben we zitten, Faista Miskin. Hey Faista, hoi. Bedankt dat je er bent. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Geen dank. Leuk t-shirt heb je aan. Dank je. Gelijkwaardig. Ja. Want, want je bent bezig met een soort van campagne in Amsterdam-Zuidoost, toch? Klopt. Hierna ga ik door. Ik maak deel uit van een collectief, dat heet Zuidoost Stemt. En wij hopen dat door onze campagne er meer mensen naar de stembus gaan in Zuidoost. Ja, want ik had ergens gelezen dat iets van 50% van mensen met een migratieachtergrond niet gaat stemmen. Ja, ongeveer. En in Zuidoost is het nog iets lager. Oh, wow. De cijfers, de schattingen zijn dat er 2 op de 10 gaan stemmen. Oh, wow. Dus we hebben nog heel veel te winnen in Zuidoost. Ja, nou, ik denk tegelijkertijd ook zijn mensen gewoon teleurgesteld. Dus is dat misschien een van de redenen waarom ze niet gaan stemmen? Of? Ja, dat is zeker een van de redenen. Teleurstellingen uit het verleden, grote beloftes die niet zijn waargemaakt. Maar het is ook zo, als je aan het overleven bent, dan heb je geen tijd om over andere dingen na te denken. Mm. Dus dat is ook een van de redenen. Maar goed, we hebben er zin in en wij gaan gewoon campagne voeren. En we hopen dat er meer mensen naar de stembus gaan. Wow, sowieso tof. Je staat nummer 15. En ik vind dat wel heel mooi, want in de Verenigde Staten zijn ze aan het vechten voor een minimumloon van $15 per uur. Hier in Nederland vechten we voor €14 per uur, minimaal. Wij zijn lijst 14 bij 1. Volgens mij staan we daar ook voor, toch? Zeker. We steunen het punt van de vakbond dat het minimumloon omhoog moet naar €14 per uur. Omdat we denken dat mensen die werken rond moeten kunnen komen. En dat is nu niet het geval. Mensen stapelen hun banen met alle gevolgen van dien, hebben minder tijd voor zichzelf, minder tijd voor hun kinderen. Ja. Hun gezondheid gaat achteruit op de lange termijn. Hmm. Dus het is gewoon heel belangrijk dat mensen een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen met een baan op minimumloon. Maar jij gaat zo dus dan weer naar Zuidoosten? Ja. En weer verder campagne voeren? Ja. Maar kan je ook nog een beetje ontspannen? Want we hebben het over de banen stapelen, mensen zich helemaal vol zitten te zetten. Heb je dat zelf ook? Gelukkig niet. Nee. Gelukkig kom ik gewoon rond met mijn baan, dus dat scheelt enorm. En kan je ook ontspannen? Oh zeker, hoor. Ja? Ik heb 2 kleine kinderen, dus dat dwingt je om te ontspannen. Hoe oud zijn je kinderen? 4 en 5. Oh leuk. Ja. Oh wauw. Dus het is heel leuk. Heel intensief, maar wel heel leuk. En ook veel lachen dus en ontspannen. Ja. Ja. Ja, dat hoort er echt bij, hè? Ja. Gaan ze binnenkort ook meedoen met het Kwaku Voetbalfestival?
denk je? Mijn kinderen? Ah, ja. Ja. Of... Geen idee. Ze zijn nu vooral van het stickeren. En het postbussen lopen vinden ze ook leuk. Gaan ze op een fietsje mee. Dus ze zitten ook in campagne-modus. Ja, ze zijn ook in beweging. Dus oh, zeker. Goed. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, ik noem Kwaku ook, want Kwaku is mede opgericht door jouw weile oom, Peres Jeongloy. Ja, klopt, klopt. Ja. Peres was de oudste broer van mijn moeder. Ja. En ik mis hem enorm. Ja. Ook nu je zijn naam noemt, dan voel ik ook weer dat gemis. Ja. Maar hij zette zich ook altijd in om je stem te laten horen. Ja. Hij had een radioshow op lokale radio. En daar nodigde hij iedereen van kleur uit die verkiesbaar was. Hij vond gewoon dat mensen van kleur representatief moeten zijn in de politiek. Ja. Dus hij steunde echt iedereen. Het was echt fantastisch. Ja. Elke keer weer een belletje. Kan je nu komen? En laat wat van je horen. Ja, zeker. Ik ben ook, nu hij er niet meer is, mm-hmm. denk ik er pas over na waarin hij mij, mijn broer, ook heeft betrokken vanaf kinds af aan. Dat je eigenlijk niet eens goed weet wat je aan het doen bent. Maar het is gewoon zo gewoon. Ja. Als er onrecht is, dan doe jij wat jij kan binnen jouw invloedssfeer om het te verbeteren. Maar je voelt dat nu, jaren later, nu je zelf ouder bent, meer bewustwording hebt van dit heb ik vroeger gedaan als kind. Wat je net zegt, hoor, dat is eigenlijk niet precies wat we deden, maar we gingen gewoon erin mee. Ja, dan stond je een keer op de Dam in de regen met 25 mensen. En iedereen loopt voorbij of mensen die stoppen even kijken lopen weer door. Geen idee. En nu denk ik, hij stond daar gewoon al om aandacht te vragen voor ongelijkheid. En voor de antiracismebeweging. En wauw, weet je, dat we dat allemaal samen hebben meegemaakt. Ja, hij is echt... een voorbeeld voor heel veel mensen. Ik ben zelfs nog een paar keer te gast geweest bij zijn radioprogramma. En ook meegeweest met de tour naar het standbeeld van Eliezer. Oh, tof. Ja, de dag van Eliezer. Die wordt nog steeds georganiseerd, hè? Want mijn andere oom, die vormt de interim bestuur van de vereniging die Ampires heeft opgezet. Die heet Oppenkondrimman. En met die stichting organiseren ze nog steeds... de laatste woensdag voor Kitty Kotti organiseren ze die tocht naar het beeld van Eliezer. Ja, dat is echt prachtig. En dan zit je in die boot met z'n allen en dan ga je er naartoe. En het is echt zo'n gevoel van, oké, we gaan iemand eren die zo belangrijk is geweest. Iemand eren die vergeten was, maar die wij gaan herinneren als een belangrijk onderdeel van emancipatie. Klopt. Van zwarte mensen. Klopt, het is bijzonder, want hij zal naar alle waarschijnlijkheid een tot slaaf gemaakte zijn geweest, Eliezer. En hij ligt begraven op de Joodse begraafplaats Bethheim. Dus het is echt bijzonder. Het is echt heel bijzonder. Ja. En dus je hebt het over Zuidoost-Nemt in de vlog. Wat gaat nog meer gebeuren? Hoe krijgen we nog meer mensen richting die stembussen om te stemmen op welke partij ze dan ook willen stemmen? Ja, ik ben ook wel actief op social media. En dat slaat wel goed aan. Maar ik denk in Zuidoost hechten mensen waarde aan het gesprek. Ja. Dus ook wat wij nu hier doen, dat vinden mensen heel waardevol. En ze waarderen het dat je de tijd neemt om met ze in gesprek te gaan. Dus ik probeer vooral veel op straat te zijn, wat een beetje lastig is in deze tijd. Ja. Maar goed, we doen ons best. Ik ben zondag ook weer bij lokale radio. Daar ga ik ook in debat met andere mensen van kleur die verkiesbaar zijn. Ja. Dus zo probeer ik mijn steentje bij te dragen. Oh, tof. En als we het hebben over... de rol van de vakbonden hierin, om mensen juist meer soort van zelfbeschikkingsrecht te geven. Hoe gaat het precies in zijn werking? Is de vakbond constant mensen aan het informeren, constant mensen aan het zeggen van organiseren, mobiliseer je, zorg voor je recht? Of hoe doet de vakbond dat? Ja, nou, al die dingen. Het is best wel een uitdaging, omdat de tijdsgeest is ook niet echt van solidariteit tegenwoordig. Dus dat maakt het iets lastiger. En de vakbond zelf moet zichzelf beter promoten onder de jongere generatie. Dus ik heb van een collega geleerd dat we zaken kunnen benoemen die vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld
Iedereen heeft een weekend. Wist je dat? De vakbond heeft gestreden voor het weekend. Wist je dat je vakantietoeslag krijgt doordat de vakbond dat voor elkaar heeft gekregen? Wist je dat je vakantiedagen krijgt omdat er ooit mensen zijn geweest die daarvoor in beweging zijn gekomen? Dus wat we nu proberen te doen is terug naar de basis. Mm-hmm. Al die vanzelfsprekendheden waar mensen totaal niet bij stilstaan om die weer te benoemen. Dat is gekomen doordat mensen zichzelf hebben georganiseerd, vakbonden hebben gevormd en hebben gestreden voor hun rechten. Is Bijeen ook een vakbond? Zou je Bijeen ook een vakbond? Nee, ik zou Bijeen geen vakbond noemen. Bijeen is echt een politieke partij. Maar de overeenkomsten die ik zie is wel dat beide geloven in de kracht van mensen zelf. Ja. En dat beide geloven dat je samen het onmogelijke kan bereiken. Dus die parallel zie ik wel. Ja. En als we het hebben over een soort van... Wat we naast soort van weekend en vakantiedagen en de 8-uurige werkdag, wat willen we nog meer eigenlijk? Waar we nu vooral mee bezig zijn, of tenminste waar de vakbond mee bezig is en wat ik denk dat ook goed is gelukt, want ik hoor heel veel politieke partijen dat onderwerp ook benoemen. En dat is de strijd om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Ja. Wij willen gewoon dat mensen die werken rond kunnen komen. Je hoeft niet te stapelen. Weet je, het gaat ten koste van zoveel. En als jij gewoon bereid bent om je steentje bij te dragen aan de samenleving, dan moet je daar ook voor gewaardeerd worden. Precies. Nou, Fayusta, dank je wel. Ik denk dat jij nu snel de deur uit moet. Het is zo'n dag. Het is campagnetijd, dus dat hoort erbij. Klaar met het t-shirt aan. Ja, ik dacht nog van een beetje overdreven in een bijeenshow met een bijeen-t-shirt. Helemaal gelijkwaardig. Ik ga het gewoon doen. Nou, bedankt dat je er was. Jullie ook bedankt. En succes. Dank je. Zometeen. Ja, jullie ook, hè. Dank je. We hebben nog even te gaan. Ja, we gaan ervoor. Ja. En we gaan naar Nos Idioma, onze taal. Wat bedoelen wij met bestaanszekerheid? Met een dak boven je hoofd slapen. Genoeg te eten hebben. Naar de dokter of het ziekenhuis kunnen als je ziek bent. Volgens de wet hebben we hier allemaal recht op. En moet de overheid zorgen dat iedereen een goede basis heeft om te kunnen leven. Deze basis van wonen, eten en zorg heet bestaanszekerheid. Je zou denken dat iedereen in onze samenleving ergens kan wonen en genoeg te eten heeft. Maar helaas is dat niet altijd zo. Veel mensen verdienen met hun werk te weinig geld om de huur te kunnen betalen of boodschappen te kunnen doen. En een steeds grotere groep kan geen huis vinden. En nu met de coronacrisis wordt het probleem alleen maar groter. Veel mensen mogen of kunnen niet meer werken en hebben daardoor geen bestaanszekerheid meer. Om te zorgen dat iedereen bestaanszekerheid heeft, moet de overheid zorgen voor een bijstand waar je van kan leven, een minimumloon waar je van kan leven, een pensioen of AOW waar je van kan leven, genoeg betaalbare woningen en goede zorg voor iedereen. Volgens de wet hebben we hier allemaal recht op. Daarom hebben we een overheid nodig die daarvoor zorgt. Vandaag hebben we te gast de nummer 9 op de lijst. Ze zit al klaar. Ze is een voorvechter voor de rechten van de sekswerkers, maar ze is ook mediamaker. En eigenlijk nog veel meer, maar dat gaan we zo even vragen. Dit is Yvette Luers. Hi Yvette. Hallo. Bedankt dat je er bent. Dank jullie wel. Quincy? Ja, we zijn er weer. Hoe gaat het met je? Goed, hectisch. Laatste dagen van de campagne? Laatste dagen van de campagne. Gisteren een grote demonstratie gehad voor sekswerkers. Dus ja, het is reurig tijden. Heb je ook nog een beetje tijd om te ontspannen in deze reurige tijden? Ja. Ja. Nou, ik doe mijn best. Ja. En waar kan je van ontspannen? Nou, ik probeer wel veel naar buiten te gaan. Alhoewel dat ook soms wel een soort lastig is, want er gebeurt Waarom? Van alles. Ja. En dan heb ik ook het gevoel dat ik door moet werken. Of dat gaat dan makkelijker dan gewoon even zeggen, oké, ik ga nu even het park in. Maar dat probeer ik wel een soort van op de klok te doen. Ja, dus... En je speelt ook de ukulele, toch? Ja,
Ik heb dus heel weinig geoefend de afgelopen week. Dus elke week als ik mijn docent spreek, dan zit ik, het is echt slecht deze week. Hoe lang speel je dat al? Ik ben begonnen in de lockdown, vorig jaar, ja. Een nieuwe hobby erbij ook voor... Ja. Waarom eigenlijk? Vond je het al leuk? Of? Nou ja, ik zing wel eens. Ja. In privé, onder de douche. Maar het leek me leuk om mezelf te kunnen begeleiden. En dus toen ben ik ukulele gaan spelen. En daar kwam ik na een paar maanden kwam ik er ook wel achter dat het ook wel een beetje saai werd. Dus toen heb ik een docent gevraagd om wat meer techniek te leren. En dat is wel echt heel tof. Ik word er wel echt heel blij van. En wat ik ook heel leuk vind, is dat ik heb jaren terug gitaar geprobeerd te leren spelen. Toen ik nog niet wist dat ik ADHD had. En nu ik dus dat wel weet en ook medicatie daarvoor slik, merk ik dat ik me dus ook veel beter kan concentreren op nieuwe dingen leren. En dat is wel echt heel tof. Tof. Ja. We hebben je een beetje gevraagd om hier te komen te spreken over bestaanszekerheid. Mm-hmm. Wat betekent dat voor jou? Mm. Nou ja, het is denk ik heel, heel breed. Het is in de basis dat je kunt bestaan. Dat je genoeg eten hebt, dat je een dak boven je hoofd hebt, dat je, dat je naar de arts kan, dat je je medicatie kan betalen. Maar ook dat veilig gesteld is. Dus dat het niet alleen iets is wat nu zo is, maar dat het ook iets is wat niet continu tot zorgen zorgt. Ja. Zorg creëert. Dus het gaat volgens mij... Bestaanszekerheid gaat niet alleen over dat het nu geregeld is, maar ook dat je kan ontspannen in dat het op lange termijn geregeld is. En wat moet er gebeuren om dat vast te stellen op de lange termijn? We zien dus nu dat een heleboel mensen het gewoon niet redden. Of waarvoor dat niet zeker is. En loon heeft daarmee te maken. Dus het minimumloon moet omhoog, de sociale huur moet gegarandeerd worden. Maar ook, ik denk ook dat je moet kijken als samenleving naar, als het gaat over voedselzekerheid, hoe richten we onze parken in? Zetten we daar een gewone boom in of zetten we daar een appelboom neer? Waar het hele systeem... het hele systeem kan ingericht worden op met elkaar sustainen en bestaan. En dus dan als we denken over die demonstratie waar je het over had. Mm-hmm. Volgens mij was het niet gisteren, maar ik denk misschien een week geleden. Over coronasteun. Dan merken we dat er een soort van verschillende normen zijn voor verschillende contactberoepen. Mm. Jij zet je in voor de rechten van de sekswerkers. Wat merk je tijdens deze periode en van het beleid? Wat is er gaande eigenlijk? Sekswerkers worden... Nou, we mochten in de eerste instantie... Sekswerkers mochten niet meer werken toen de contactberoepen niet meer mochten werken. Nou, dat is logisch, want sekswerk is een contactberoep. Maar vervolgens mochten de contactberoepen weer aan het werk en sekswerkers niet. Dus daar gaat al wel iets heel scheef. Maar wat er ook heel scheef gaat, is dat sekswerkers eigenlijk geen recht hebben op coronasteun. Veel sekswerkers werken verplicht onder de belastingregel, de opting-in. En dat houdt in dat je bent geen ZZP'er, maar je bent ook geen werknemer. Je hebt een soort tussenvorm waar je waar bijvoorbeeld een bordeelhouder of een escort agency, die houden keurig netjes je belasting in en zorgen dat je sociale premies dat die betaald worden. En je gaat aan het einde van de dag met een netto bedrag naar huis. Maar je bent dus geen werknemer. Dus op het moment dat je niet komt of ziek bent of whatever, dan krijg je niks. Hmm. Je bouwt ook geen pensioen op, bijvoorbeeld. Hmm. Maar je bent ook niet een ZZP'er. Dus op het moment dat er coronasteun wordt geregeld voor mensen die ZZP'er zijn, heb je dus nergens recht op. Maar je hebt als werknemer ook nergens recht op. Dus het is, dat is heel ingewikkeld.
En dat zeggen sekswerkers al heel lang, dat ze eigenlijk die opting-in helemaal niet zo prettig vinden. En nu zegt de overheid, ja, nee, we hebben de TOZO geregeld voor ZZP'ers. Ja, en al die sekswerkers, dat zijn geen ZZP'ers. Dus ja, helaas, ja. Daar kunnen we niks mee. Ja. En ja, dat is echt politieke onwil. Ja. En wat we zien, is dat sekswerkers echt in hoge nood komen. Ik heb vriendinnen die niet meer in hun huis wonen, die hun huur niet meer konden betalen. Mensen die niet genoeg geld hebben om boodschappen te doen. Wat gaan zij dan doen? Wat zijn de... Ik bedoel, niet iedereen is zo goed geïnformeerd of kan het kwijt. Hoe kom je daarachter? Het lijkt me ook niet gelijk heel erg zichtbaar. Nou, ik denk dat we inmiddels... we hebben best wel een hele sterke sekswerkercommunity in Nederland. En de sekswerkers... Nou ja, van oudsher hebben we alleen elkaar. Ja, ja, dus we steunen ook op elkaar. Er was het Dutch Emergency Fund opgericht door een sekswerker voor sekswerkers. En dat gaat dan wel echt maar om hele kleine bedragen. Dus het is gecrowdfund. Sekswerkers kunnen dan €40 krijgen voor nu cash, zeg maar. Maar ja. Het is natuurlijk een schijntje van wat mensen nodig hebben om te overleven. Maar het is misschien wel genoeg om even een tasboodschap te kopen. Of wel een treinticket te kunnen kopen en te kunnen verplaatsen naar goede vrienden waar wel ruimte is. Of financiële ruimte is. Maar ja, dit moet gewoon geregeld worden door de overheid. Op het moment dat je mensen verbiedt te werken, kan je ze niet hun bestaanszekerheid ontnemen. Maar dat gebeurt wel. Ja, we zien allemaal tweets voorbij komen van politieagenten die trots aantonen hoe ze weer een soort van illegale sekswerkplek hebben gesloten, terwijl het gewoon iemand thuis is. Ja, ja, en dat is natuurlijk wel heel schrijnend, dat sekswerkers er dus uit noodzaak voor kiezen om door te werken en tegelijkertijd de handhaving daarop dus vele malen sterker is. We horen dat er veel meer gecontroleerd wordt. Maar wat we ook horen is dat sekswerkers veel meer geweld meemaken. Dat er echt klanten zijn die misbruik maken van de situatie. Dat er meer seksueel geweld is, dat er meer fysiek geweld is. Maar ook dat sekswerkers simpelweg worden overvallen. Omdat andere mensen ook in geldnood zitten en de verwachting hebben, vaak terecht, want sekswerkers hebben geen bankrekening en dus geen pinapparaat, dat er geld te halen valt. Een ander onderwerp wat belangrijk is, volgens mij wilde jij daar een vraag over stellen? Ja, ik wilde eigenlijk de gender nog even als laatste aankaarten. Mm. Want jij vindt het ook een belangrijk onderdeel, dat bestaat zeker. Kan je daar even een uitleg over geven waarom? Ja, nou ja, en dan specifiek over gendergerelateerd geweld. In de vorm van huiselijk geweld. Ja. We weten dat mensen in kwetsbare situaties, ook geweld wat nu tijdens die crisis meer voorkomt, er is dus een toename in huiselijk geweld. En toch vaak geweld, fysiek geweld van mannen naar vrouwen. Andersom komt het ook voor, maar in mindere mate. En wat je dan ziet, is dat bijvoorbeeld door een kostendelersnorm mensen verplicht in die situatie blijven en eigenlijk geen optie hebben om te vertrekken. Ja. Daar moet dus gewoon echt verandering in komen. Daar moet zeker verandering komen, want mensen moeten gewoon moeten vrij zijn om zichzelf in veiligheid te kunnen laten bestaan. Ja. En op het moment dat je als overheid regels verzint die dat onmogelijk maken, ja, dan ben je volgens mij verkeerd bezig. Zeker, ja. Dankjewel voor je komst. Ja. Veel succes nog met de campagne. We gaan nog allemaal toffe dingen doen. Ja. En ik denk dat mensen dus naar de website moeten gaan, bijeen.org, om dat te zien. Ook te zien waar jij allemaal mee bezig bent. Al je LinkedIn en je Twitter en je Instagram en alles staat er ook aangegeven. Nog meer demonstraties. Demonstraties. Dankjewel. En nu gaan we over naar weer een lied van onvrede van de band Conniption Fit.
He said, you're the most beautiful woman when you are in the kitchen. He said, you look just like my mother when she was in the kitchen. She was the most beautiful mother when she was in the kitchen. She was beautiful, 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 beautiful woman. He said, pour some oil in the pan while you are in the kitchen. He said, turn the fire on while you are in the kitchen. He said, place the meat gingerly. Now you are cooking. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de show. Maar dat betekent niet dat jullie de gasten die jullie hebben gehoord en gezien en waar wij mee hebben gesproken, niet nog op hun eigen kanalen kan vinden. Of de band. Conniption Fit, hun album Unfit for These Times Forever kan je kopen. En support onafhankelijke kunstenaars, zouden we zeggen. Oh ja, en aan de binnenkant nog iets tofs. Mooi kunstwerk. Het is een pop-up boek. En we willen onze gasten van vandaag ook bedanken, Yvette en Faïsta. En in de volgende aflevering hebben we... Bichantely de Jong en Nihal Esma Altmesh. Gaan we het hebben over etnisch profileren en gentrificatie. We kunnen jullie bedanken voor het kijken. En vergeet niet te stemmen. En wanneer? 15, 16, 17 maart. Zet het in je agenda. Niet vergeten. Tot de volgende. Doei doeg.